mij is iedereen wel binnen en het is 7:30 geweest, dus we gaan lekker beginnen. Ja, vanavond gaan we het vooral hebben over evenementen in de spoorzone. We hebben natuurlijk onze dromen en onze plannen voor de spoorzone behelst ook dat het meer reuring komt, meer gaat gebeuren. En hoe gaan we dat regelen met elkaar en hoe gaan we dat ervaren met elkaar, daar gaat het vanavond vooral over. Wat is eigenlijk het Hanzejaar? Het Hanzejaar is, er staan Hanzesteden die werken samen, hè, al heel erg lang. En dit jaar vieren we dat extra uitgebreid. Dat gebeurt in een aantal Hanzesteden, ook om Zwolle heen. Hanze Art Station wordt een culturele hotspot in de spoorzone. Tussen de busbaan, concreet even tussen de busbaan en de bebouwing van de spoorzone in. We gaan daar een soort festival vibe creëren. We gaan een heel breed programma presenteren van literatuur tot podiumkunsten, muziek, theater. Wij organiseren ieder jaar tentoonstellingen, fototentoonstellingen, ateliers. We zijn bezig met ateliers om mooie productie te maken, fotografische beelden. En op het Lübeckplein komen ook in de 18 glazen huisjes, zeg maar, de 18 foto's van verhalen van Zwolle Hansestad aan de IJssel. En we hebben afspraken om te kijken of we eventueel ook in de spoorzone nog een mooie expositie kunnen inrichten. Ik denk niet dat iedereen weet wat Kattegat is. Dus waar is het Kattegat en waar staat het voor? Het Kattegat zit eigenlijk hierachter, bij de tunnel. Voor Kattegat staat er van alles op het programma. We hebben 4 evenementen, met alle 4 een eigen thema. Dan hebben we in september een 3-daags festival. En in de zomer zelf zijn er nog andere activiteiten, voornamelijk op zondag. We zijn veel samenwerking aan het aangaan, bijvoorbeeld met een kledingbeurs, maar ook met Anno, museum. Dus een heel divers programma willen aanbieden, vooral voor kinderen, jongeren, maar ook ouderen eigenlijk. En we willen de buurt heel graag bij ons over de vloer, dus daar zitten we nog na te denken over hoe. Ja, het Hanzejaar betekent vooral een vliegwiel voor de spoorzone. De spoorzone is 1 van de 3 locaties voor het Hanzejaar. En dat betekent dat we dit jaar heel mooi kunnen kijken wat de effecten zijn van veel evenementen. Want de komende zomer zijn er veel evenementen. We willen eigenlijk samen gaan ervaren wat dat betekent voor de wijk. Dus heb je er overlast van? Vind je het heel erg leuk? Wat bevalt goed? Wat bevalt niet goed? Dus dat we dat deze zomer gaan ervaren en dat we dan in het najaar weer bij elkaar komen. En dan gaan ze op gaan schrijven wat we dan als kader vinden voor de komende 5 jaar als tijdelijk beleid voor evenementen. Het is een boeiende wijk, het kan heel boeiend worden ook, maar je wilt tegelijkertijd ook niet allerlei grenzen overschrijden. Of hoe moet ik dat zeggen? Het moet wel een beetje leuk blijven, niet alleen voor de bezoekers van buiten, maar ook voor de mensen die hier wonen. Het is natuurlijk een soort innovatiehub, hè? Op die manier wordt het gezegd, maar ja, als je er een hub van wil maken, dan heb ik wel het gevoel dat je wat reuring moet creëren. En omdat er natuurlijk niet zoveel voorzieningen zijn, vind ik het wel mooi dat een evenement het op die manier kan doen en dat je ook daar weer bewoners mee kan verbinden. Dus ja, ik vind het een goed initiatief. Jullie worden 5 juli van harte uitgenodigd om het Spoorcafé bij te wonen. Dank jullie wel voor je komst. Blijf vooral nog even hangen. Als je vragen hebt, ik hoor het graag.